Het is de jaren 80, middernacht, en een Britse patrouille van een klein aantal troepen sluipt door het ijskoude terrein van de Falklandeilanden. Ze zijn duizenden kilometers verwijderd van hun vaderland en zij zijn vastberaden om hun gegeven taken te voltooien. Deze eilanden werden eerder veroverd door Argentinië en Groot-Brittannië wil ze graag, koste wat het kost, heroveren op de Argentijnen. Even was het stil, maar dan, kogels van alle kanten vlogen kriskras door elkaar. De Argentijnen vechten hard terug. De Britten boden enige weerstand om ze zo weg te drijven. Maar dan horen ze vliegtuigen aankomen. Het zijn straaljagers. Incoming, riep de Britse commandant. Dit is niet zomaar een oorlog. Dit is de Falklandsoorlog. Voor deze video reizen we af naar een kleine eilandengroep in het zuiden van de Atlantische Oceaan, de Falklands. De Falklands is een eilandengroep van twee grote eilanden. Het is er enorm koud, rotsachtig en nat, wat ervoor zorgt dat er weinig dieren leven en in het begin zelfs geen mensen. De eilanden werden als eerste ontdekt door de Nederlanders in 1600, maar in 1764 werd de Falklands gekoloniseerd door de Fransen. De Franse kolonie was erg klein en bevond zich in het oosten van de Falklands. De Engelsen stichtten een jaar later ook een kolonie, maar dan in het westen van de Falklands. De Fransen verkochten hun kolonie een jaar later aan de Spanjaarden en zij wilden ook de Engelse kant van de Falklands in handen hebben. Dus gingen zij met een leger naar de nederzetting en verjaagden de Engelsen het eiland af. Echter, na druk van het Britse parlement, moesten de Spanjaarden het westelijke eiland toch teruggeven. Na dit conflict bleef de spanning hoog tussen de twee kampen. Tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en de latere Napoleonse oorlogen verlieten eerst de Britten en daarna de Spanjaarden het eiland. Het eiland was voor een aantal jaren vrijwel onbewoond, totdat in 1829 een zakenman, Louis Vernet, uit het net onafhankelijke Argentinië een kolonie opstelde met toestemming van zowel de Britten als de Argentijnen. Maar enkele jaren later werden de wateren om de Falklands zwaar bevist door Amerikaanse walvisjagers. De Argentijnen maakten hem gouverneur en gaven hem wapens en hij arresteerde de Amerikaanse walvisjagers. Daarom bombardeerden de Amerikanen Port Louis. Verder hadden de Argentijnen de afspraken verbroken. Hierdoor landden de Britten troepen op het eiland en verjoegen de Argentijnen. De eilanden bleven toen in Britse handen en later werd het met een aantal andere eilanden een kroonkolonie. In 1976 vindt er een coup d'état plaats van een militaire junta. Argentinië verbreekt alle banden met het Verenigd Koninkrijk en verklaart dat de Falklands van hun zijn. Als de Britten het niet teruggeven, zullen ze het met geweld terugpakken. In december 1976 landen de Argentijnen ongeveer 40 soldaten op Southern Tour, een enorm koud en geïsoleerd eiland, onderin de eilandenketen van de Sandwich-eilanden. Dat de Argentijnen troepen landen op soeverein Brits gebied was een serieuze escalatie van de Falklandscrisis. Daarom reageerde Londen met niks. Helemaal niets. Alleen een paar brieven met sterke woorden. Sterker nog, het Britse parlement had het al 2 jaar lang niet eens opgemerkt. In 1979 werd Margaret Thatcher verkozen tot premier van Engeland. Onder haar administratie begonnen de onderhandelingen over de Falklands bij de VN. Alleen, dit was schijnspel, want de Britten hadden geen plan voor de Falklands en speelden alleen voor tijd. Ondertussen ging het slecht met Thatcher's regering en de Britse economie. In 1981 werd er zwaar bespaard op de Britse leger. Bezuinigingen op het leger was niet nieuw, maar deze was extra zwaar voor de Britse marine. De marine zou beide vliegtuigschepen en amfibische transportschepen verliezen. Zelfs het allerbelangrijkste ijspatrouilleschip, HMS Endurance, zou verdwijnen. Dit was het enige marineschip in de regio van de Falklands. De Argentijnen kregen de impressie dat de Britten geen economische en geen militaire interesse hadden om de soevereiniteit te waarborgen. Net na de bekendmaking van deze bezuiniging werd in Argentinië in 1981 een nieuwe coup d'état gepleegd door weer een militaire junta, met aan het hoofd Leopoldo Galtieri. Argentinië ging ook door een economische crisis en hij was niet erg populair.
Daarom verklaarde hij in 1982 het jaar van de Malvinas. Of de Britten geven het eiland, of de Argentijnen vallen het eiland binnen. In het geheim beraamden zij plannen om in september de eilanden binnen te vallen. Op de vroege morgen van 17 maart voer een middelgroot Argentijns transportschip, de Bahía Buen Suceso, de baai van het kleine dorp Leith op het eiland South Georgia in. In het schip zaten schrootarbeiders met de taak om een oude walvishaventje te slopen. Maar daarvoor moesten zij wel eerst de papieren halen in de hoofdstad, Grindwicken. 2 dagen later zaten zij nog steeds in de baai van Leith. In de tussentijd werd een Argentijnse vlag gespot in het dorpje. Het kan zijn dat dit gewoon een uitbundige schrootarbeider was, of dat er een aantal mariniers aan boord waren gesmokkeld. De gouverneur van de Falklands, Rex Hunt, beval dat de vlag weggehaald moest worden en ze onmiddellijk naar Grindwicken moesten varen. Anders wordt dit gezien als een invasie. De vlag werd weggehaald, maar het schip voer niet uit. Daarom beval Londen dat de HMS Endurance zo snel mogelijk met 22 mariniers aan boord naar South Georgia moest varen. De Bahía Buen Suceso verliet het eiland haastig, maar ze nam de arbeiders niet mee. De mariniers landden in Grindwicken en de Argentijnen stuurden ook een schip, Bahía Paraíso, met 14 mariniers aan boord naar Leith. Op 25 maart waren er 2 vijandige legers slechts 30 kilometer van elkaar. Nu de crisis op het punt stond te ontploffen en de Britten wel vijandig reageerden, versnelde Argentinië de plannen dramatisch en op 28 maart voer de invasievloot uit. De Britten stuurden zo snel mogelijk 3 nucleaire onderzeeërs naar de eilanden en HMS Endurance voer zo snel als ze kon met de mariniers terug naar de Falklands. In de vroege morgen van 1 april arriveerde de Argentijnse vloot voor de kust van de Falklands. Rond 9:30 ging de torpedobootjager Santissima Trinidad enkele kilometers ten zuiden van Stanley voor anker. 90 mariniers klommen in rubberen bootjes en peddelden naar de kust. Eenmaal aangekomen splitsten ze zich op. Ongeveer 60 man ging naar de barakken waar de Britse mariniers zouden zijn en zo'n 30 man ging naar Stanley, richting de residentie van de gouverneur. Rond 6:30 omsingelden de Argentijnen de barakken en stormden ze binnen. Alleen waren de barakken compleet verlaten. Toen schoten ze en gooiden granaten, omdat dit in Stanley gehoord kon worden. De Britse mariniers waren in werkelijkheid gestationeerd ten oosten van Stanley en in het gouvernement. Om 6:15 arriveerden de 30 man bij het gouvernement, waar de Argentijnse commandant meteen werd neergeschoten en er vervolgens een hevig vuurgevecht begon. Een kwartier later arriveerde de hoofdlandingseenheid in 20 amfibische aanvalsvoertuigen en zo'n 550 soldaten ten noorden van het vliegveld. De Britten telden slechts 63 mariniers en 34 vrijwilligers. 2 secties vielen de Argentijnse kolonne aan, net voor Stanley. De mariniers wisten 1 voertuig uit te schakelen en een aantal Argentijnen te raken. Echter, zij moesten zich al snel terugtrekken. Tijdens de terugtocht van de 2 secties vochten de brave achterhoede, maar toen de voertuigen arriveerden bij het gouvernement verloor gouverneur Rex Hunt de moed om nog verzet te bieden. Hij capituleerde hierdoor om 9:30. De Argentijnse slachtoffers zijn officieel 1 dode en 2 gewonden. De Britse schattingen zijn ongeveer 20 tot 30. De Britten leden geen slachtoffers die dag. Na deze nederlaag was het Britse parlement woedend en de regering van Thatcher lag zwaar onder vuur. Zij besloten om een gigantische armada op te stellen, zo snel mogelijk. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De 2 vliegtuigschepen waren allebei in 1 6 weken lange onderhoudsbeurt. En het nieuwste vliegtuig, de Sea Harrier, was nog niet eens in volle operatie. Andere problemen waren dat de vloot geen versterkingen konden verwachten en ze meer dan 11.000 kilometer van huis opereerden. De vliegtuigschepen werden in recordtijd gevecht klaargemaakt. De vliegtuigen werden vanuit heel Groot-Brittannië gestuurd en landden op het dek, terwijl er reparaties plaatsvonden. Na iets meer dan 70 uur op 5 april voer de vloot uit.
De Britse marine had ook transport- en passagiersschepen nodig. Daarom ging de regering over op een eeuwenoude wet. De wet om particuliere schepen over te nemen en ze als marineschepen te gebruiken. Eén zo'n schip was de SS Canberra. Zij was vanuit de Middellandse Zee op weg naar Engeland. Op Gibraltar gingen een aantal ambtenaren aan boord en schreven alles op wat er moest gebeuren. Het schip voer 60 uur later met wapens, helikopters en 2000 mariniers uit. Bij Ascension Island werden de schepen bij elkaar gebracht. In totaal waren het 25 oorlogsschepen en in de toevoerketen 40 voormalige particuliere schepen. Via het vliegveld daar werden alle spullen die niet op tijd klaar waren of toen niet op de boot pasten ingevlogen. Het vliegveld werd voor 2 weken zelfs de drukste landingsbaan ter wereld met 400 vluchten per dag. De vloot die naar Falklands zou varen bestond voornamelijk uit de vloot vanuit Groot-Brittannië en een vloot uit Gibraltar die daar standaard oefeningen aan het uitvoeren was. De hoofdvloot was onder leiding van onderadmiraal Sandy Woodward. Voor de hoofdvloot voer een kleinere vloot met als destinatie South Georgia. De vloot bestond uit een torpedojager Entry, fregat Plymouth, de tanker Tidespring en de ijspatrouilleboot Endurance met de mariniers er nog op. De tanker droeg ook bij zich een compagnie, mariniers en de squadron van de SES, de elite troepen. Maar de missie begon met slecht nieuws. In de eerste observatiemissie waren 2 Wessex helikopters gecrashed. Gelukkig werden zij gered door een andere helikopter, maar dit liet wel aan anderen zien dat het klimaat en terrein enorm gevaarlijk was. Een paar uur later kwam er nog meer slecht nieuws. Een Argentijnse onderzeeër was gesignaleerd net ten oosten van de vloot. De vloot trok zich hierna terug en werd later versterkt door de fregat Brilliant met anti-onderzeeërcapaciteiten. In de morgen van 25 april mobiliseerden de SES-troepen en de helikopters zich en begonnen met hun vlucht. Vrijwel meteen onderschepten ze de onderzeeboot Santa Fe, die net een peloton mariniers had afgeleverd in Green Ficken. De helikopter gingen in de aanval. Eerst gooiden ze dieptemijnen. Eén daarvan kwam tegen de commandotoren aan, waarna hij explodeerde. De Santa Fe keerde terug naar Green Ficken en een olielek werd zichtbaar. Verder werd de boot gestookt met raketten die een tiental gaten in de commandotoren maakten. Eenmaal in de haven verliet de bemanning het schip en maakte zich samen met de andere troepen klaar voor de aanval. De aanval werd gepleegd door de squadron SES en een aantal mariniers. De tanker met de rest van de mariniers waren te ver weg om deel te nemen. Zij kwamen op tegen 157 Argentijnse troepen en zeelieden. Om 2:30 begon de operatie. De Britten werden gedropt aan de andere kant van de baai en liepen uiteindelijk tot 1 kilometer van de Argentijnse posities. Ondertussen regende het granaten van de schepen net ten noorden van hun posities. Ook voor HMS Entry recht in de baai met haar kanonnen recht op de Argentijnse posities gericht. Uiteindelijk kwamen de woorden "No shoot, no shoot" over de radio, waarmee de Argentijnen zich overgaven. 1 dag later gaf de kleine hoeveelheid troepen bij Leith zich ook over zonder al te veel weerstand. De kapitein van HMS Entry, Brian Young, stuurde een bericht naar Londen dat zei: "Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen." De schepen van South Georgia voegden zich later weer toe aan de hoofdvloot, die nog steeds naar de Falklands voer. Toen de Britse vloot de Falklands naderde, stelde de Britse regering een 300 mijl exclusiezone op. Eerst voor schepen en later ook voor vliegtuigen. De Britse vloot ging op de nacht van 1 mei met deze zone in. Vrijwel meteen begonnen de Britten met het bombarderen van de vliegvelden en Argentijnse posities. Iets ten noorden van de zone bevonden zich nog 2 vloten. 1 vloot met 1 oud Brits en daarna oud Nederlands vliegtuigschip, Fenticino di Mayo, en 2 oud Britse luchtafweertorpedoboten. De andere vloot bevatte 3 korvetten. De Britten hadden 2 van hun 3 onderzeeërs in de regio gestuurd om te zoeken naar de vloot, maar zonder succes.
In het zuiden, aan de rand van de zone, voer nog een vloot met de oud-Amerikaanse cruiser, de General Belgrano, die in de Tweede Wereldoorlog had gediend. En twee torpedojagers met Exocet antischipraketten met een bereik van 70 kilometer. De derde onderzeeër, de HMS Conqueror, volgde deze vloot op de voet. Omdat de drie vloten een enorme dreiging vormden voor de Britse vloot, gaf de admiraal en de minister toestemming om de kruiser te zinken. De onderzeeër maakte zich klaar voor de torpedoaanval en vuurde drie torpedo's af, waarvan er twee raak waren. De torpedo's maakten een enorme gat bij de machinekamer. Verder werd de boeg van het schip eraf geblazen. De cruiser zonk in slechts enkele minuten en nam tragisch 223 zeelieden mee. De Argentijnse marine zou hiermee in het hele oorlog geen rol meer spelen. Ondanks dat de Argentijnse marine uit de oorlog is geslagen, blijft de luchtmacht van groot gevaar. De Argentijnse luchtmacht had meer dan 100 moderne westerse gevechtsvliegtuigen. Eén daarvan was de Super Etendard, die met zich een Exocet antischipraket kon raken. De Exocet raket was een modern, snel en groot raket die in één knal oorlogsschepen kon uitschakelen. Alleen had Argentinië slechts 5 vliegtuigen en 5 raketten gekregen voordat Frankrijk de levering stopte. Op 10 mei vlogen twee Super Etendard uit vanuit Rio Grande om te proberen een vliegtuigschip uit te schakelen. Ze vlogen op een hoogte van slechts 20 meter. En toen zij in bereik kwamen, vuurden zij 2 Exocet-raketten af op het grootste schip, op hun radar. De Britse vloot zat op dat moment in een luchtafweerformatie met de vliegtuigschepen achteraan. Het schip wat de Argentijnen op hadden geschoten was HMS Sheffield, een luchtafweer-torpedojager. De raketten werden voor het eerst opgevat door HMS Glasgow, die ernaast voer. Sheffield kon de raketten geen eens zien omdat ze net aan het communiceren waren, wat de radar onbruikbaar maakte. Ook was er niemand aanwezig in de communicatiekamer van de Sheffield. Hierdoor wisten ze pas tientallen seconden van tevoren dat er een raket aankwam, waardoor ze geen middelen meer konden inzetten. De raket ontplofte precies in het midden van het schip. De explosie startte enorme branden, wat alle wapens en communicatie uitschakelde. Even later arriveerden twee fregatten om te helpen het vuur te blussen, maar tevergeefs. Het schip viel niet meer te redden. 20 bemanningsleden kwamen om bij de explosie en de vuurbal. De landingen zouden plaatsvinden in San Carlos Bay, aan de westkust van het oostelijke eiland. Dit was een plek met vlakke strand en dichtbij genoeg om Stanley te veroveren. Alleen was er één vliegbasis van groot gevaar, Pebble Island. Dit vliegveld zat op 4 minuten vliegen van San Carlos en bezat over één van de beste luchtsteunvliegtuigen. Daarom moest het vliegveld uitgeschakeld worden voor de landingen. De SIS-commandant kwam met een idee om het vliegveld uit te schakelen. Door middel van een plotselinge verrassingsaanval met mijnen en antitankswapens. Admiraal Woodward zag potentie in het plan en keurde een verkenningsexpeditie goed naar het eiland. Op 11 mei landde een kleine verkenningseenheid van 8 man op het eiland. Alleen, zij deden er anderhalve dag over om het vliegveld te bereiken. Zij namen 11 vliegtuigen waar en de aanval werd snel goedgekeurd voor de morgen van 15 mei. Alleen, om de helikopters daar te krijgen, moest het vlaggenschip HMS Hermes vrijwel alleen naar de kust varen. Het vliegtuigschip wist haar doel te bereiken en de overige 56 man van die squadron werd geland op het eiland. HMS Glen Morgan voer nog dichter bij het eiland om gecoördineerd artillerievuur af te geven. Toen de eerste ochtendschemeringen verschenen, werd haastig de mortier neergezet en de troepen in positie gebracht. Het eiland werd bewaakt door een klein detachment van Argentijnse mariniers. De meeste soldaten waren toen aan het slapen en slechts 6 hielden de wacht. 2 troepen vielen het vliegveld aan van de noordoostzijde met een gigantische vuurstoren. Ook HMS Glen Morgan begon haar bombardement. De Argentijnen werden overrompeld en de Argentijnen trokken zich snel terug. Tijdens de aanval werd de vliegtuig geleidelijk uitgeschakeld. De commandant zette de explosieven op het eiland af om te voorkomen dat de Britten het eiland konden gebruiken.
Na deze explosie waren alle vliegtuigen uitgeschakeld. Hierna trokken de Britten zich terug en werden veilig opgehaald door helikopters. De missie was een groot succes. Het vliegveld was uitgeschakeld met slechts 3 Britse en 2 Argentijnse gewonden. Nu was de weg vrij voor de landingen op de Falklands en daarmee haar bevrijding. Maar dat is voor de volgende video. Bedankt voor het kijken naar Cringe History, de Falklandsoorlog deel 1. En we zien je in de volgende video.